Hallo kijkers van Jeemtee, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hi. En nou. En ik zie hier treurig nieuws. En dat is? Waarschijnlijk gaat GTA 6 een PlayStation only game worden. Ja, dat is heel treurig. Want Sony is bezig met overname van Take-Two. Oké. Okay. Maar even zien, wat is de uitdaging? Het is je 10.000 euro aan attractiekaartjes in één maand tijd. Oké. Okay. Om een zeer winstgevende park op te bouwen op dit paradijselijke eiland. Ja, we hebben nu dus een eiland met vol met jungle, planten en zo. Dus... ja, gaan we alle planten weghalen? Wat is het plan? Of gaan we op het water bouwen? Dat kan natuurlijk ook. We gaan eerst aan spannende attracties werken. En het park openen, denk ik. Maar dan moeten we wel spannende attracties hebben. Ja, die hebben we dus nog niet. Dus, research. En niks is recht in dit park. Oké. Nou, dan gooi ik er wel ergens een spiraalglijn bij mij. Om te puzzelen hoe je de paden aan moet leggen hier. Ja, oké. Okay. Of je doet gewoon het water. Kan ook. Maar moeilijk doen als het makkelijk kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ups. Ik eens een paar vreettentjes hier neer gaan zetten. Ja, is goed. En een beetje herrie. Wat gebeurt nou heel vaak op een tropisch eiland? Regen? Regen! Ik zet mijn spiraalglijbaan op 2 euro. Kijken of ze erin gaan. Oh, daar gaat er alleen in. Dat is positief. En een wc, een scheidpot. 18 euro om een keer te scheiden. Damn. Als je echt nodig moet, heb je er graag voor over. En ik ga maar eens een herrie-machine neerzetten. Oftewel de draaimolen. Nee! Nee! Niet doen! Jawel. Laat een herrie. Nee. Ik denk dat dit park echt nog wel een klus gaat worden. We hebben ook nog geen pinapparaat. Oh, ja. Oké. Daar heb ik nog wel een beetje trauma's over gehad van de vorige keer toen we geen pinautomaat hadden. We hebben ook geen vreettentjes. Alleen iets van een suikerspin. Ja, dat is ook eten, soort van. Ja, van je alleen je tanden vanuit je bek rotten, maar... draaimolen, huts... oh. Klinkt echt niet. Even kijken, 1,50. Even kijken, wat zijn ze aan het onderzoeken? Onbekend. Zou ik het budget even wat omhoog gooien, zodat we wat sneller het spannende tak... ja, doe maar. Zullen we wat lening even terugbetalen? Ja, is goed. Wat meer attracties bijbouwen eerst. Ja. Dat is wel belangrijk. En dan verwacht ik dat we... oh, oké, okay, ja, de intree is gratis. Natuurlijk. Het zou best wel shit zijn als GTA 6 alleen PlayStation exclusive is. Ja. Mocht het bedrijf waarom, nog zo'n reden waarom ik Sony eigenlijk haat. Microsoft is wel bezig, althans dat las ik op internet. Ik weet niet in hoeverre het waar is, maar dat hun Xbox games ook gaan werken op PC. Ja, sommigen die doen het al. Zoals een voorbeeld. Dat is van Sea of Thieves, maar... dat is
een meest slechtste voorbeeld wat je kunt geven. Ja, maar dat is de enige die zo uit mijn hoofd komt. Maar... Nee, dat is een heel ander systeem. Ja, oké, okay, maar die werkt wel beide op Xbox en op de PC. Ja, Minecraft werkt ook op Xbox en PC. True. Ja, GTA werkt ook op Xbox en PC. Maar ik heb het over hetzelfde schijfje. Ja, oké. Okay. 5 april hebben we een spannende attractie. Eens kijken wat het wordt. Ik ben even het nieuwsbericht aan het lezen. Even kijken wat we instelt. Mag je doen. Maar ik denk dat we die planten allemaal wel even moeten weghalen binnenkort. Ja, dat doen we binnenkort ook. Nu hebben we echt gewoon weinig ruimte. Even kijken. Maar dit vind ik eigenlijk wel zo scheid dat Rockstar overgenomen gaat worden. Dus Take-Two eigenlijk. Dus Sony. Ja. De twist. Niet de beste de spannende attractie, maar het is een spannende attractie. En dat is wat telt. Even kijken. Maar is dat ook al? Dat het half clickbait is, half dit, half dat? Dus waarschijnlijk is het nog niet eens waar of... Nee, het zijn geruchten. Ja, geruchten. De bron is IGN. Voor de mensen die het graag willen weten. Hmm. Die mogen nu verantwoordelijk stellen daarvoor. It ain't me. Duidelijk. Nou, ik ga zo maar die twist even neerzetten wanneer dat ding klaar is. Twist? Ja. Twist. Twist ijsje. Hey. I twist je moeder. Hey, niet gelijk gaan bedreigen hier. Dat doe je niet aan. Het is geen bedreiging, ik doe het ook. Dat is toch een probleem. We kunnen het park trouwens niet uitbreiden. Zo moeten we het met dit park doen, dat is niet heel groot. Nou, dat dit boven ons een ondergronds kan bouwen. Dat is natuurlijk ook nog een optie. Maar wij doen eindelijk maar denken aan een map in Rollercoaster Tycoon 3. Ik zou het echt niet weten. Ja, ik heb een Rollercoaster Tycoon 3 wel gespeeld. Maar die map is een beetje weggelokt. Oh ja, oké. Okay. Dan is het... Gelokt. Snap je de woordgrap? Grappig. Zo jammer. Kom op, 5 april. Geef ons die sappige attractie. Wat is nou serieus gerommel van buiten? Kan wind zijn, of het is onweer. Donders en bliksem nog aan toe, zeg. Alle kwakels nog aan toe. Hey, juist er. Laat ik hem... Ja, Mark, geef hem maar een twist aan. De huts. Zo. Hoppakee. Ja, Mark, dat is serieus een woordgrap die ik maakte. Ja, ik besteed er gewoon geen aandacht aan die woordgraf. Ik vind hem zo slecht. Ah, hij was wel goed. Ik vind hem zo slecht. Ja, maar hij is wel goed. Huh? Dat is een beetje tegenstrijdig, vind je ook niet? Je weet dat ik altijd wel soort woordgrappen maak. Dat is een probleem. Ben je er nog steeds niet aan gewend? Dat zeg ik niet. Ik had er op school ook zo een. Mark, hier komt ie. Welk instrument kun je eten? Geen idee. Wat zou ik het... Als... Gitaar. Mark, ik denk echt, kill me. Ja. Nou, waar wil je graag sterven? En hoe? Ergens. Wat is er opeens met het geld gebeurd als we zo weinig hebben? Nou, A, je hebt een attractie gebouwd. B, we hebben nu personeel.
C. Onderzoek. D. Rente. En E. Jij bent bezig geweest. Dus twee keer ik, hè? En ik heb bankjes geplaatst en prullenbakken. Oh, oké. Okay. Ga ik mezelf nog weggooien, zo wordt grap zo slecht worden. Leuk. Maar was dat er weer eentje? Ja. Maar het geld komt best wel langzaam binnen. Langzaam, maar zeker. Langzaam, maar zeker. Komt echt alles binnen. Ik wil niet spannenders dan de twist. Ja, daar heb je een spannende attractie. Wel, is hij niet spannend genoeg. Heb je dat ook wel eens, Ido? Wat je moet gaan doen, ga je naar Amsterdam doen bij de kerstverlichting. Daar heb je een heel spannend avontuur. Echt, als je mijn gezicht dan kon zien, dan denk je echt van... Ja, oké, okay, die grap die was zo slecht. Een spannende attractie is voltooid, of die wordt verwacht, op 4 mei. Goed zo, spraakwater nodig? Ja. Fantastisch, muis. Oké, okay, Ido, vraag je, wat is er met jou aan de hand? Mij gaat uitstekend op baars. Het begint langzaam iets te borrelen in mijn buik. Nee, niet zoiets. Maar meer... Ja, oké, okay, nee, niet zo. Maar meer frustratie omdat ieder zoveel woordgrappen maakt dat het niet meer grappig is. Het zijn woordgrappen, maar die woordgrappen die zijn helemaal niet grappig omdat die woordgrappen gewoon fucking slecht zijn. Heb ik ook al woordgrappen gezegd? Nee, dacht ik ook niet. Hè? Mark. Ja? Je hebt nog geen woordgrappen gezegd. Ido, luister. Ik weet dat ik dat niet heb gezegd, maar je kunt niet van alles van me verwachten. Ik heb als kind met een docent gehad op mijn opleiding. Daar hadden we echt wel slechte grappendiscussie. Het ging wel echt over en weer. Echt zo'n battle gewoon. Wie kon de slechtste grap maken? Je had echt die klas moeten zien. Het ging echt tussen mij en de docent. En ook echt alleen maar woordgrappen. En iedereen dacht zeker iets of... Oh my fucking god, kill me. Zoiets. Waarvoor gelanceerde vrijval en waarom is de game paused? Omdat mijn game crashte. Maar hij reageert weer. Volgens mij had je dat ook voor de opnames met een andere game. Zit ik in mijn andere collectie verwijderen? Ik wil huilen, mag dat? Nee. Oh. Moet je een DLC verkopen van EA? Oh god. Fucking roast. En dan die is nee, dat is gewoon de waarheid. Dat is ICT. EA. Ja, de ICT. Ja. Oké, okay, Microsoft kan er ook wat van. Ja, maar... Met Minecraft. Maar het kan niet zo erg als... The Sims. Zoiets. Hoeveel DLC-pakketten heet de Sims 4 ondertussen? Zoveel dat ik niet eens wil weten. Ik ga ze opzoeken. Nou, ik weet al wel eerder dat ik gewoon heel gek was om die DLC-pakketten van de Sims 2 te halen. 4. Maar dat was toen... Ik heb al die pakketten gratis gekregen. Ja, dat klopt. Want de hele pakketten die liggen nog gewoon thuis hier naast mij in zo'n kist. Zo'n houten kist. Oké, dan gaan we eens even tellen. Volgens een of andere Wikipedia. 1, 2, 3... Oh, wacht even. Wat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ik had eigenlijk erger verwacht. Wist je dat? En er zijn nog meer op de lijst. Oh, help. Te veel om na te denken, dus.
Voordat ik altijd een telefoon bij je heb liggen, kun je dingen heel snel googlen. Ja, oké. Okay. Gelanceerde vrije val, toppie. Kun je helemaal 7 euro voor vragen. We kunnen even 1000 euro gaan lenen. Laten we dat doen. En dan mag jij hem plaatsen. Dan bouw ik hem. Ik doe de lening wel. Boop. Oh, echt gewoon instant. What the fuck? Hoog genoeg, 51 meter? Vast wel. Ja, de mensen die niet in de twist wouden, die wouden iets spannenders. Nou. Maar dan kunnen ze ook naar het rode licht toe. Naar de kerstverlichting. In Amsterdam. Nou, ik ben in ieder geval één stuk slimmer geworden. Deze aflevering. Ze houden van kerstverlichting in Amsterdam. Nee, jij houdt gewoon van die kerstverlichting in Amsterdam. Dat zeg ik niet. Ja, maar je hebt het er wel de hele tijd over. Dus bij mij begint al een belletje te rinkelen van... Waarom heb je het er zo vaak? Een soort belletje. Ja. Eentje die tinglingeling doet? Of eentje die bam, bim, bam. Nou, eentje die je in de kerstboom kunt hangen. Nou goed. Goed zo. Wat voor kleur kerstboom? Nou, ik wil hip zijn met de kinderen, dus een blauwe. Geen Fortnite-boom? Nee. Een klein beetje geld tekort. Ja, ik zie het. Kun je een beetje geld bijstorten? Ik ben geen bank, maar dat doe ik wel even voor je. Nee, ik doe het niet zo letterlijk. Ja, jij zei bijstorten. Nou, ik doe het gewoon hoor. Dat is een lening, dat is niet bijstorten. Boeien. Ik had het over het privévermogen van jou. Ik weet wat je daarmee bedoelt, maar nee. Jij hebt boekhouding gedaan. Ja. Iets wat erop lijkt. I know. Dus ik weet wat je met privé bedoelt. Maar ik denk dat het wel tijd is om deze afsleting. Nee, deze aflevering weer af te sluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. En dan gaan we verder met Oplichters Incorporated. Ja, precies. Later.